Iedere dag beoefent Puro Sport een sportdiscipline. Vandaag maar eens kijken hoe de mannen schaatsers kunnen coachen. Het lijkt zo gemakkelijk vanuit de luie stoel. Maar zo eenvoudig is dat nog niet, hoor. Op naar Tielen. Op naar Gerard van Velden. Rondetijden, heb je daar eigenlijk wat mee? Ah, vind ik wel mooi. Rondje 29 rond, 29-1. Zakt iemand in elkaar, 32-0. Ah, veel mooi, hoor. Vingertje omhoog, vingertje naar beneden, duimpje omhoog, aanmoedigen. Verkerk zou door een zege op de 10 kilometer reglementair wereldkampioen worden. In een prachtig gelijkmatig tempo reed hij zijn ronden, zorgvuldig gecoacht door Anton Huiskes, die hem vol spanning volgde op zijn lange rit van 25 ronden. Maar echt moeilijk? Lijkt het me niet. Ik bedoel, je schrijft wat op, je houdt het bord omhoog, klaar is Kees. Oh, je moet wel blijven letten, hè? Er reed er ook wel eens eentje een rondje te weinig. En toen kwam Egbert van Toever in actie. Hilbert, jongen, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden, jongen, je bent er nog niet. Wat ben je nou toch aan het doen? En nou heeft hij pas in de gaten. Hoe is dit hier verdorie toch mogelijk? Zijn die coaches daar ook verantwoordelijk voor? Ja, je moet ook die rondjes bijhouden. Zijn er nog meer valstrikken? Dat kun je zelf wel bedenken, hè? Oh ja. Zien we dat Kramer zelfs 27 seconden sneller zal zijn dan Lee? Nou, dat kan natuurlijk absoluut niet. Nee! Maar, nee! Ze rijden in dezelfde baan. Sven Kramer, wat heb je gedaan? Dat hoofd slaan. Nee toch! Met de handen nee omhoog. Toch! Oh, Kramer is vergeten. Zo'n rondje kan snel gaan, hè? Jeremy Wadderspoel ooit rond in 24,5. Ja, ja. Maar moet de coach dan ook echt aanmoedigen? Ja, tuurlijk. Kom op, kom op, kom op. Gaan. Slag maken. Kom op, Van Velden. Het zou kunnen. Het zit erin. Weer op de goal. 1-0-7-18. Waar haal je dit vandaan? Gerard, schaatscoach. Is dat eigenlijk een mooi beroep? Het is een fantastisch beroep. Ja, dat is heel wat anders dan als je schaatser bent. Ten eerste word je minder moe. Maar wat is daar nou zo moeilijk aan het doorgeven van rondetijden? Nee, doorgeven van rondetijden moet je opletten. Dat is wel zo, maar het is niet moeilijk. Ja, ik zit wel eens tv te kijken en dan hoor ik die coaches dingen zeggen van blijven schaatsen, een slag afmaken. En dan denk ik van ja, dat zijn er wel aanwijzingen. Nou, weet je wat het is? Als je 500.000, 1500 meter rijdt, dan is het echt het hele gerichte coachen van je moet er goed boven komen of laag in de bocht. Kijk, als de snelheden wat lager zijn, dan heeft het nog zin om dat soort boodschappen door te geven. Maar op een 500 en 1000 is iedere afleiding kan funest zijn. Kijk, als ik daar zo sta te zwaaien en dan denk ik, huh, wat is dat dan? Oh, maar op hetzelfde moment zijn ze dus uit hun coconnetje, oh, ja. Uit hun film. Als die al hier rampvol zitten en iedereen is aan het schreeuwen op de tribune, is het dweilorkestje erbij. Ja. Horen ze dat dan nog? Nee, bijna niet. Nee? Nee, bijna niet. Je hebt altijd momenten, ben je bijna een meter. Zo passeren ze bijna een meter, anderhalf meter zijn ze bij je vandaan. Dan horen ze natuurlijk al wat. Gerard, denk je dat wij het goed kunnen, schaatscoach zijn? Kijk, je kunt prima daar op de kruising staan en dan goede bewegingen maken. Dat lijkt perfect. Maar een goede schaatscoach zijn gaat eigenlijk heel ergens anders over. Dat is veel meer technische aanwijzingen. Die doe je eigenlijk niet zozeer op het moment dat het moet gebeuren. Maar veel meer in de voorbereidingen en daar draait het eigenlijk gewoon veel meer om. Nu ben jij een gevoelsmens. Als jij inschat wie een betere coach zou zijn, Erik of ik, wie ja. Zeg je dan? Nou, ik ken jullie daar niet goed genoeg voor. Ah, kijk, een beetje... Waarom wil jij toch zo graag horen dat jij een geweldige coach bent? Nou, een beetje gevoelsmens. Zullen we het gaan proberen? Ja. Ik ben voor. Strek, het is niet veel wat er gezegd wordt. Hè? Nee, maar het zijn kernachtige dingen. Ik hoorde hem net iets zeggen wat jij ook heel vaak zegt. Bam. Met een website. Eigenlijk ben ik al een soort van schaatscoach af alle letteren. Nou, dat blijkt. Kom op, Sven. Is dat alles? Ja, dat moet er nog meer. En dan is er heel ingehouden. Kom op, Sven. Ik heb nog steeds een beetje het gevoel dat ik niet helemaal goed weet wat ik moet doen. Ondanks het feit dat het zo makkelijk lijkt, heb ik nu ineens het bekruipen met de zenuw. Heb jij dat niet? Ja, ik ook. Je staat daar toch met een bepaalde verantwoordelijkheid, hè? Nou ja, het feit dat wij zelf niet zo heel goed kunnen schaatsen, dat helpt natuurlijk ook niet. Hè? Nee, dat zou misschien kunnen schelen dat wij niet helemaal in de sport zitten. Goed, stom toevallig heb ik hier zo'n rondetijdenbord. Hoe werkt dat, Gerard, zoiets? Nou, als het goed is, heb je hier wat getalletjes. Doe eens een rondje 32-1. 32. En waar is die 3 dan nou? Die staat ervoor. Die gasten weten toch wel dat ze in een 3 zitten of in een dat rondje 2. Maar dat heb jij nu ook voor het eerst gezien, hoor. Nee, ja, ik zie dat gelijk. Dat is het vakman zo. Het is echt een sport die wordt echt op tienden en honderdste bepaald. Ja.
Ja, lijkt wel een circusbeer geworden. Ik voel me ook een circusbeer. Nee, maar ik ga dat echt niet doen. Het zit me te ongemakkelijk. Ik heb echt het gevoel dat mijn enkel omklapt. Ik meen het serieus. Kom op, man! Kom op, Thomas! Goed in het ritme! Kom op, man! En door! Sjoerd, maar laat je niet naar je, man! Kom op! Praat met dat ijs! Kom op, Sjoerd, alles uit de kast, man! Even opletten, hè. 28-8. 28-8. Ja, dat is belangrijk. Oh shit, ik heb de verkeerde rondetijd. Op, ga door! Langenswagen, blijven schaatsen! Blijven schaatsen! Ik heb de verkeerde rondetijd. Gaat goed, hoor. Let hem op, hè. Pak hem op, pak hem hier. Je pakt hem daaronder, juist. Goeie slagen, lekker. Gaan we jou? Ja, dat is de finish nu. Let op. Ja, gewonnen. Sjoerd de Vries heeft gewonnen. Doe ze nog een ronde. Kom op, Sjoerd, alles uit de kast, jongen. Je ligt op de regel. Helemaal knallen. Wie wint hem? Ja! Robin, ja! Ik Zuiter is altijd een winnaar. Is dat niet gevaarlijk, zo'n high five? Sjoerd, goed gedaan, jongen. High five, tegen maar houden. Te gek. Ja. Ja, ik was er wel bij, maar hij had het idee dat ze er al waren. Ja, ik dacht dat hij nu weer op de kop zou zijn. Jij had een beetje een heel van de duimpje, had jij op dit moment. Ja, Gerard, we hebben allebei iemand gekozen nou. Als je nou heel eerlijk bent, wie van ons heeft nou het beste gedaan? Nou, ik vond jullie eigenlijk beide wel heel erg goed. Ik vond alleen jammer, toen die jongens hier voorbij kwamen, hier... En ze waren voorbij daar en toen die dames daar kwamen, dat jullie toen niet opletten. Dat vond ik een beetje jammer. Ja, maar dat was ook omdat ik geconcentreerd was op dat bord. Er waren leuke vrouwen natuurlijk, maar je moet... Annette Gerritsen. Annette Gerritsen kwam er voorbij, maar je moet natuurlijk wel concentreren op je jongens. Wat dus als je heel eerlijk bent, was eigenlijk allebei kut. Ja, dat was niet zo goed. Nee. Maar er heeft één iemand gewonnen. Nee. En dat is Kool. Ja. En die hoort bij mij, dus ik heb gewonnen. Ja. Vaardig gefeliciteerd. Dankjewel, ouwe pik, ouwe pijp. Maar je weet, het stelt niks voor langs de baan. Dankjewel.